Nou, dank u wel, voorzitter. Het was niet in mij opgekomen dat ik hier nu zou staan om mijn afscheidsreden als raadslid te geven. Als nummer 3 van de VVD had ik echt verwacht herkozen te worden. Ik was er zelfs van overtuigd dat we naar 4 of 5 zetels zouden gaan. Het werden er 2. Hoewel ik vast besloten ben om in de toekomst terug te keren als raadslid, als de kiezer mij dat gunt uiteraard, zal ik toch van de gelegenheid gebruik maken een afscheidsreden te houden. Al vanaf mijn jonge jaren ben ik meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de politiek. Ik las de Katwijkse Post, wist wie de wethouders waren, welke politieke partijen er waren en wist zelfs een aantal raadsleden bij naam te noemen. Ik denk dat dat komt omdat we van huis uit erg geïnteresseerd zijn in politiek, geschiedenis en samenleving. Het zal daarom geen toeval zijn dat mijn oudere broer ook raadslid is in Bodegraven en dat mijn andere broer in zijn werk bij Staatsbosbeheer ook veel te maken heeft met diverse overheden. Op mijn 15e kreeg ik een bijbaan bij McDonald's in Katwijk. Let wel, we hebben 2 jaar lang een McDonald's gehad in onze mooie gemeente. In een tijd dat het college blijkbaar wat minder betuttelend hierover was. Sterker nog, het restaurant werd geopend officieel door de toenmalig burgemeester Van Wouwen. Ik maakte toen samen met een collega plannen om een eigen politieke partij op te richten in Katwijk. Dit is in 2003 werkelijkheid geworden met de oprichting van de politieke vereniging Doel. Laten we zeggen een electoraal wat minder succesvolle voorloper van Durf. Na de oprichting hebben we ons gemeld bij toenmalig burgemeester Wiene. Hij klonk niet echt enthousiast. Hij sprak de legendarische woorden: waarom sluit u niet gewoon aan bij een landelijke partij? Een advies waar ik 8 jaar later alsnog naar heb geluisterd. 2 keer hebben we meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen in 2005 en 2010, maar beide keren net geen zetel. Mijn politieke ambities zijn echter niet geheel onopgemerkt gebleven, want meerdere politieke partijen hebben mij gevraagd om zich bij hen aan te sluiten. Aangezien ik landelijk al vanaf 2003 VVD stemde, ben ik in 2011 lid geworden van de VVD, maar nog niet actief. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Katwijk in 2012 kwam toenmalig voorzitter Hans Vissers naar mij toe en vroeg of ik een bakje koffie met hem wilde drinken. Ik zei: doe maar thee, want ik drink geen koffie. En hij vroeg mij toen of ik bestuurslid wilde worden voor VVD Katwijk. Alleen als het niet te veel tijd kost, zei ik toen. Nee hoor, 1 keer per maand, zei hij. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en ik kan u vertellen dat dit onjuiste informatie is. Politiek werkt in zekere zin verslavend, maar gelukkig is het geen ongezonde verslaving, want behalve dan de verkiezingscampagnes. In 2019 werd ik uiteindelijk raadslid en ik kijk terug op misschien wel een van de meest turbulente periodes in de geschiedenis van het na de oorlog van de gemeenteraad. Want na mijn installatie kon ik gelijk vol aan de bak en mijn medespeech ging over de kadernota. Normaal gesproken niet een spannend onderwerp, maar dit in dat jaar juist wel, omdat het ging over bezuinigingen. Ik introduceerde toen de zin: we moeten niet bezuinigen op mensen, maar op stenen. De heer Van Tuyl van de PvdA vond deze zin dermate goed dat ik hem de hele periode hierop heb betrapt dat hij die zin gebruikt. Ook zijn we op werkbezoek geweest naar onze zusterstad Siegen in Duitsland. Erg leerzaam hoe zaken georganiseerd zijn in ons buurland. In 2020 brak de corona-epidemie uit, wat ook enorme consequenties heeft gehad voor een hoop mensen in onze gemeente. De gemeenteraad is een tijd lang zelfs alleen online bij elkaar gekomen. In het begin soms wat onwennig, waarbij sommige raadsleden, ik noem geen namen, onbewust reclame maakten voor goede Franse wijn. Ook hebben we een tijdje in het herenhuis op de Overijn vergaderd. Een prachtig historisch gebouw met een lelijke vloer, die mij deed denken aan de lelijke vloer en de lamp van de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Dat is het toch met historische zalen en hun vloeren. Ten slotte wil ik iedereen bedanken voor de goede samenwerking de afgelopen periode. Ik persoonlijk zal het werk als gemeenteraadslid zeker gaan missen, maar gelukkig blijft de komende periode als burgerlid actief, een soort raadslid light. En ik ben natuurlijk de eerste reserve voor de VVD-fractie. Beide functies die ik 4 jaar geleden ook had. Ik wens de raadsleden die uit de politiek vertrekken het allerbeste toe. En in het bijzonder wil ik nog wat zeggen over collega Toon Stegman, waarmee ik de afgelopen 4 jaar samen met Annette in de VVD-fractie intensief heb samengewerkt. Ik heb veel geleerd van jou over het raadswerk toen ik burgerlid werd in 2014 en heb de samenwerking altijd als prettig ervaren. Ik weet dat je betrokken blijft bij de VVD, maar voel je niet verplicht om iedere 2 weken aan te schuiven. Voor mij is het in ieder geval geen definitief afscheid van de lokale politiek, dus ik sluit af met de volgende woorden. Tot ziens.